we zijn al 2 minuten te laat. Maar we zijn toch begonnen en gelijk deze bal. Nou, is een doelpoging. Sappo! Van Drongelen die dacht, ik ga het gewoon eens proberen. Wat een leuke truc om deze wedstrijd mee te beginnen. En wat een attente Mickey van der Hart. Let op Van Drongelen. Het was afgemeten, zeg. Het lijkt wel een afslag bij Golfa. Hij was zo erin gevlogen. En Van der Hart, attent. Bek is er door aan de rechterkant. Izibue en de eerste kans. Is voor zijn clubgenoot, Danny Holla. Dit was een goede kans voor Pek. Warmerdam. Oh, wat een ruimte bij Ryan Thomas. Tijd voor een voorzet. Menig en Izibue, Kortsmit. Is de wedstrijd nog niet ontbrand? Loopt hij niet over van kansen? En merk je aan voor beide ploegen het hele grote belang van 3 punten. Of in ieder geval niet verliezen. Mustafa Saimak. Dan komt hij met dit schot, wat niet hard is. Maar wel gevaarlijk. Stuitert. Het lijkt de goedkeuring te kunnen wegdragen van de trainer van PEC. Holla met de hoekschop. En de inzet. Niet verkeerd hoor, van Wassim Boui. Je zal zo je entree luister bijzetten. Hier neemt hij hem prachtig uit de lucht en Kortsmit dwingt hij met een prima redding. Schenkeveld, Izibue, weer op kracht. Gedaan, Saimak. Dit is kansrijk, Menig nu nog niet buitenspel. Menig met Dumfries. Menig zonder Dumfries, maar dan met Zanussi. En dan maakt Dumfries hands. Krijgt hij geel. Dit was bewust hands. Dit is een hele goede plek hoor. Holla gaat hem nemen. En die vliegt bijna binnen. Via de paal weer naar buiten. Kortsmit komt er nog aan. Weer een kans voor Pek. En weer een goede redding van Roy Kortsmit. Prachtig genomen hè. Kijk eens helemaal langs de muur en dat Kortsmit dat ziet, is echt grote klasse. Zij vertellen elkaar hopelijk hoe ze Sparta toch liever wat verder naar voren zien voetbal. Dijkstra. Spierings, Verhaar, Spierings. En Mickey van der Hart laat los. Toch ook een mogelijkheid voor Sparta dit hoor. Eindelijk met wat... kluts en vliegwerk komt Sparta er eens een keertje doorheen daar. Haar niet lekker aangespeeld. Thomas. Warmerdam goed. Daar is Menig. Dit moet hem wel zijn voor Pek. Oh, mooi meegenomen. Wat een doelpunt. Wat een sleepbeweging van Quincy Menig, die zijn 5e van het seizoen maakt. En dit is zijn mooiste, op zeker. Hij vindt het zelf ook hoor. Hij vindt het zelf ook. En let zo meteen op die sleepbeweging van Quincy Menig. Het is kunst. Ho, 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 ho. Dat is lekker zeg. 0-1. Naar Macalero. Daar is Vaart doorgelopen. Had een chipje in gedachten hoor. En dat had zomaar goed af kunnen lopen voor Sparta. Van Drongen. Calero. Brok Mats is erdoor. Brok Mats is erdoor voor de 2-0. Ja hoor. 2-0 voor Pek. Brok Mats met zijn 3e van het seizoen. En die van Pek worden gek. Gek Zwolle hier. Wat een coole goal van Nicolai Brok Mats. 0-2. En het wordt alles of niks. Want Denzel Dumfries, de verdediger, wordt vervangen door de aanvaller Pur Sang Matthias Pogba. Het is nog een kleine 20 minuten. Calero. Hens wordt gezegd, maar Schenkeveld hield zijn arm
tegen zijn lichaam. En er wordt ook gewezen naar Wassim Doei. En op een manier die verbaal niet door de beugel kan. Mokhtar op de bom. Daar is iets gebeurd buiten het zicht van in ieder geval iedereen die de bal aan het volgen was. Het was dus in een duel met Matthias Pogba. En dit, ja. Het is dat het zo'n moeilijk te interpreteren regel is. Sparta dicteert wel, zet natuurlijk nu wel druk, maar het is ook druk waar ze willen spelen. Heel druk. Op de bal gaat hij liggen. Schenkenveld. Dijkstra tikte hem onder vandaan. Van Morsel, overtreding. Schenkenveld die boos is. En dan ook iets zegt wat niet mag, ook op de bom gaat. Ongenda. Techniek laat hem even in de steek. Hier is Sanusi. Sanusi, wie maakt de overtreding? Daar was het wachten op. Er hoort ook een gele kaart bij. Schenkenveld is de boosdoener, volgens mij. En heeft hij net niet ook al geel gekregen? Jazeker! Rood voor Bart Schenkenveld. Net wegens het uitschelden van de scheidsrechter. Geel gekregen en dan dit doen bij het 0-2 voor. Daar is één woord voor. Dat is een kort woord. Dat is dom. Warmerdam met de vrije trap. Van Drommelen. Dat is Mokhtar. Mokhtar met de versnelling. Kortsmit is uit positie en daar is het 0-3. Dit is Israelsson. En is Sparta nu definitief gezien in deze wedstrijd? Als dat niet al zo was. En zo het in de heenwedstrijd 0-3 werd voor Sparta. Zo wordt het in de terugwedstrijd 0-3 voor PEC. Cabral, Pogba, ja! Toch nog 3-1 in de blessuretijd. Matthias Pogba, maar je ziet aan de manier waarop hij het niet viert. Het heeft geen zin meer. Maar er staan nog maar 3 minuten op de klok. Pogba, Calero, Van Drommelen, daar is hij weer! Wat gaan we hier nog beleven met 1 minuut op de klok? Binnen 1,5 minuut, 2 keer Pogba, nou, 3-2. Nee, dit kan toch niet. Cabral, Floranes. Hij staat weer bij de tweede paal hoor, die Pogba. En het blaast Nijhuis af, ja. Het had echt een sensatie kunnen zijn. Maar het is een drama gebleven voor Sparta. Want nu verliezen zij wat van tevoren als een soort van 6-puntenwedstrijd werd bestempeld. Nemen zij afstand van de degradatiekandidaten. Zij wel en Sparta niet.